een hele goede morgen allemaal. Kefteling hier en wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog hier op mijn YouTube kanaal. We zijn vandaag niet in de Efteling, we zijn vandaag ook niet in Toverland, we zijn vandaag ook niet in Disney en we zijn ook niet in Walibi. Nee, we zijn in Slagharen. Ik heb er enorm veel zin in. Het is ongeveer 13 jaar geleden dat ik hier voor het laatst ben geweest of zo. Dus er is veel veranderd hier. We gaan er gewoon een leuke dag van maken. Goed. Zo, kijk, we zien allemaal bij Slagharen. Sorry. Ja, ik ben vandaag niet alleen. Want mijn neef is er ook bij. Hallo. Hey. Dus we gaan vandaag gezellig met z'n tweetjes op speurtocht hier in Slagharen. En meteen als nieuwe trots. De vernieuwde ingang, die staat er al wel een paar jaar, maar ik heb hem zelf nog niet gezien. Het is wel meteen veel mooier geworden. En de monorail is er nog steeds. Dus ja, en natuurlijk Gold Rush, hè, de nieuwe achtbaan. Die staat er al wel een tijd, maar daar ben ik zelf nog niet in geweest. Dus gewoon heel veel plezier, heel veel zin heb ik erin. En vooral dat dat treintje hier, daar ben ik nog niet in geweest. Want dat durfde ik vroeger niet, dus ja, nou gaan we er wel in. Ja, ik ben benieuwd. Ja, zeker weten. Nou, daar gaan we dan. Naar Slagharen. Nou, we komen net hier uit het mijntreintje en ik werd meteen aangesproken van hé, jij bent bekend op YouTube. Ja, 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 dat was wel leuk. Ja, 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 toch een beetje herkenning is wel leuk. Ja, ja, ja. Kijk, hier is een klein parkje ook, hè? Ja, 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 in Slagharen. Ja, ik vind dat wel leuk. Ik vind dat echt wel, ja, leuk. Ja, goed, we zijn nou in dat draaiding geweest wat over de kop gaat. En in de mijntreintje hierachter, zoals jullie hebben kunnen zien. We gaan nou, ik denk, even naar wat entertainment kijken of gaan we eerst even iets eten? Eten is altijd lekker. Eten natuurlijk. Is altijd lekker, ja, zeker, ja, eten, ja. Zeker, maar het is niet heel druk in het park, dus we kunnen wel kijken wat we gaan doen. Ja, dan gaan we. Misschien nou wel entertainment als je volgens mij. Ja, dat popoenenverleidje, hè? Ja. Ja, want we zijn hier niet zomaar in Slagharen. Nee, want het is Halloween hier. Ja, maar ik zie daar ook een hele mooie attractie. Ja, daar ben ik niet zo zeker van. Nee, ik heb het niet zo op vrije valtorens. Ja, heel leuk. Maar niet voor mij. Oh, maar ik vind dat wel leuk. Ja, ik ga er wel mee in. Een hele mooie maand. Ah, dat is de bekende schommel hier. Daar gaan we straks ook nog een rondje maken. Een zweefvolg. Ja, ja. We gaan eerst even lekker wat eten, denk ik. Denk het ook. Nou, het valt eigenlijk best vrij mee wat hier is qua entertainment. Nog wel. Nog wel. Ik denk dat er vooral meer is. Ja, dat denk ik ook. Ja. Nou, we gaan eens eventjes verder kijken. Op de Main Street of zo, hè? Ja. Ja. Misschien hebben ze daar wel lekker eten of zo. Ja, goed. Ik ben net in de Vrije Valtoren geweest, maar hij heeft niet gefilmd. Helaas, ik heb hem wel aangezet gehad, maar... Dan gaan we straks nog een keer. Ja, we gaan straks nog wel een keertje. Ja.
Nou, we hebben hier bij de Subway wat broodjes besteld. En het duurde wel een beetje lang. We hebben ongeveer een kwartiertje in de rij gestaan of zo. Maar ja, we gaan maar eens eventjes kijken wat het is bij de Subway. Nou, we gaan dus even een broodje met ei eten en tomaten en honing mosterdsaus en komkommer en zo en veel vlees. Ik heb er zin in. We gaan eens even kijken. Was die niet failliet, Mitchell? Volgens mij wel. Man. Ja, hè? Hier niet. Hier niet? Koffie? Ja. Ja, lekker. Ja, en daarvoor komen we ook naar Slagharen. Voor Gold Rush. En een lekker kopje Dunkin' koffie. Met hazelnoot. Lekker. En slagroom, ja. Rare combinatie heb je eigenlijk. Hey, ik vond dat een keer lekker om te proberen. Maar het is cappuccino. Ja, dus. Met slagroom. Ja, lekker. En hazelnoot. Ja. Kijk, natuurlijk. Daar gaat hij. Mooi, hij schiet mooi over de baan. Maakt wel herrie, hè? Ja. Zullen we sowieso een mooi ritje gaan maken? Kijk, is goed koffie op, hè? Ja, natuurlijk. Kijk, we zijn ook een beetje in Parijs, hè? Ja, een beetje wel, ja. De Menor, daar gaan we vanavond in. Als laatste. Ik ben heel benieuwd naar dit huis, moet ik zeggen. Ik hoor hier goede verhalen over. En hierachter staat de Eagle. De zeearend. En dat was altijd wel een van mijn favoriete attracties in Slagharen. Dus ik ben benieuwd of hij het nog exact hetzelfde doet als de eerste keren. En achter de Eagle zit het Wild West Endje Ventuur. Hè? De naam is veranderd. Red Bandits Endje Ventuur. Ik heb hier verhalen over gehoord dat het niet meer zo is als vroeger. Maar ik ben benieuwd naar hoe het er binnen uitziet. Maar ik vrees voor het ergste. Helaas. Hij stopt net op tijd. Nou, in ieder geval was altijd een lekkere vuurtje, maar ja. Dat was hier, hè? Ja, dat was hier, ja. En hier ging je altijd naar de Indianen toe. Contosio! Contosio! Lekker!
Het onnoembare. Vleermuizen. Ik denk dat ik die morgen ook veel zie. Vleermuizen. Dat is ook slecht. Goed neergezet door zo'n intratuin brul. Ja. Nou, we zijn in de Red Bandjes Adventure geweest. En ik vond Wild West Adventure vond ik toch wel mooier. Ik mis dat oude wel. Helaas dat ze deze attractie zo hebben aangepast. Helaas. Maar ja, goed. De details waren wel mooi, alleen. Ja, de animatronics vond ik een beetje minder. Jammer. Helaas. We gaan nou eventjes in het winkeltje kijken. Wat vond jij ervan? Ja, saai. Nee, veel te lang wachten, joh. Hoe lang hebben we gemaakt? 35 minuten? Ja, zoiets, 35 minuten. Ja. Echt veel te lang voor zo'n rintje. Ja. Nee, goed. Het is redelijk druk in het park. Zoals je kunt zien. We gaan nu proberen om in de Gold Rush te gaan. Ik ben benieuwd naar de baan. Zo, we zijn net in de Gold Rush geweest. Ik mocht helaas niet filmen met de GoPro, dus dat vond ik wel een beetje jammer. Maar het is wel een mooi soepelbaantje. Oh, en hier ga je beelden. Engels. Ik zie ons er niet bij staan. Nou, daar zitten we in de kabelbaan. Zo, wie is hier? Het is een beetje aan het fikken daar, ginds. Go staat in de fik. Ja, lijkt het wel op, ja. Maar ik denk dat ze alvast de dingen aan het aanzetten zijn voor de Halloween. Denk het, ja. Dus zou het vanavond heel erg mistig gaan worden hier? Het begint wel iets frisser te worden, denk ik. Ja, de zon die gaat al weg, hè. Dat is wel jammer, hè? Ja, ja. Maar ja, goed. Het is een heel lekker weertje. Goed, we gaan naar de andere kant toe. Nou, eventjes wat merchandise bekijken. Knuffeltjes van Randy en Roosje, heel leuk. Kaartjes. En hier wat magneetjes. En pins. 5 euro per stuk. Een hele oude. Ik vind alleen die platte pins vind ik nooit zo mooi of zo. Dat vind ik altijd wel jammer. Goed. We gaan eens eventjes naar de spoken kijken.
Verder de kant op. Yes. Het ziet er heel erg spectaculair uit hoor. Hartstikke leuk hoor. Echt gaaf te dansen, Lagare. Heel mooi. Van, hè?
Daar hebben wij ons eerste spookhuis. Krautnest. Oh nee. Kraut. Outcast Camp. Sorry. En daarna hebben we Krautnest en daarna de Menor. Ik vind dat het hier qua Halloween echt goed is. Echt mooi gedaan. Onze eerste spookhuis, Outcast Camp. Ben benieuwd. Nou, we komen net uit de Outcast Camp. Ja. Mooi spookhuis, alleen er wordt echt te veel geslagen tegen sommige dingen na. Vind ik. Ja, wel een beetje wel een beetje te overdreven. Ja, maar hij was wel gaaf. Was, ja, was eerst leuke spookhuis. Ja. Goed, we gaan... Ben benieuwd naar de rest. Naar de rest, ja. We gaan nu naar de rest. Kijk eens wie hier ook is. Het houdt ons in de gaten. Het duister uit de kapel. En ons avondmaal. Lekker. Laat je nou je stokje vallen? Soort van? Thank you.
moet zeggen, hier op de Main Street is het wel echt... Ja... De sfeer zit er goed in. Ja. Ik vind het echt wel nice. Ja. Ja. Het ziet er echt goed uit. Ja. Slagharen. Top. Scarezone. Lost. Oh, hier heb je er al eentje. Mitchell. Daar is er al één. Dat is ook een gietje. Zie je. Altijd. Handel in de markt. Ja, zeker weten. Ja. Hier is wel een stuk donkerder als Main Street, hè? Ja. Oh, maar kijk, nou, daar is het al weer druk bij, dus. Ja, laat maar zitten hoor. Ik vind het vrij donker hier. Hier is een kerkje en daar zit ook een showtje in. En dat is hartstikke leuk om te zien.
Het volgende spookhuis wat we gaan doen is Grauw's Nest. En je moet een beetje op tijd in de rij gaan staan, want het is een behoorlijke lange rij. Ja, een nieuwe op in het volgende spookhuis geweest. Was wel leuk, was een beetje een doolhof, hè? Ja. Met allemaal cowboys en hooivorken en weet het allemaal. Ja, was wel leuk. Ja, goed. We gaan nou naar het volgende huis, denk ik. Ik denk dat we maar gelijk doorlopen. Ja, dat lijkt me wel een slim idee. Ja, het is half negen, het is 3 kwartier. Nou, we zien het wel. Leuk, hè? Ja, heel geweldig. Ja, echt geweldig. Ik moet wel zeggen, hier op dat gebied bij Gold Rush is het vrij donker. Bij dat kerkje. Ik vind het vrij donker hier, dat vind ik echt jammer. Hier. Jawel, jawel, we moeten hierheen. Ja, echt leuk. Ja, het is heel leuk gedaan. Ja, ik vind het een goede zet voor Slagharen. Zeker weten. Zo, ik heb hier tijd. Dan gaan we naar de Menno toe. Het late spookhuis. En daar zijn goede verhalen over. Dus ik ben heel benieuwd naar de Menno. Nou, we hebben het laatste spookhuis gedaan, de Menno. Wat vond je ervan? Ja, wat vond ik ervan? Je zag het aankomen. Ja, je zag het aankomen en dat is jammer. Dat is gewoon fijne avond. Dat is gewoon jammer. Ja, dat is wel jammer. Ja, je zag het aankomen. Ja. Je denkt als het kopjes van 2, dat is dan beter. Ja, dat denk ik ook. Ja. Nou liepen we met een groep met 9 of zo. Ja, sorry dat het was. Ja, een groep van 9, ja, dan zie je het gewoon aankomen als je in het midden loopt. Ja. Ik vond het wel een mooi gedecoreerd huis. Ja, zeker. Ja, met dat eten en die open haard en zo. Ja, dat was wel echt. Dus waren een mooie verpleegkamer. Ja, zeker. Goed. Behalve dat het echt Walibi kwaliteit is. Ah, nee. Dat denk ik niet. Nee? Nee. Jij bent er geweest natuurlijk. Ja, nee. Nee, Walibi is wel heel anders. Maar ik vind de Know Your Mind in Toverland vind ik wel echt mooier. Ja, op zich. Slagharen doen het mooi en leuk. Zeker weten. Zullen we even in de main suite kijken? Dat gaan we doen. Goed. Nou, voor de laatste keer gaan we de main suite in.
En dan gaan we lekker richting huis. Nou, we lopen Slagharen uit en we hebben een gezellige dag gehad, hè? Ja, voor een raam is dat, maar ik denk dat we dit volgend jaar gewoon weer nog een keer doen. Ja, zeker weten. Volgend jaar weer. Dus ja, hartstikke leuk. Nou, ik hoop dat jullie hebben genoten na het kijken van deze vlog. En dan zie ik jullie bij de opening van Dans Macabre. Hallo. Je moet niet vergeten te abonneren en te liken natuurlijk. Nee, dat is zeker waar. Houdoe! Bijna eruit. Weer licht. Nee, maar het was kei gezellig. Ja, zeker. Ja, we hebben echt genoten. Op de Main Street vond ik het wel het leukste. Met al die karakters en zo. Maar die doen het ook leuk. Ja, zeker weten. Er zitten bepaalde tussen die echt leuk zijn. Ja, dus ja, nee, geweldig. Slagharen. Het is goed bevallen. Ja. Dus zeker weten. Dus tot volgend jaar zou ik zeggen. Slagharen. En voor nu, het is nou donker aan het worden hier. Dus ik ga afvloggen. Wat ik net al zei. Tot bij de opening van Dans Macabre.